Hey, hallo, leuk dat je weer kijkt. We gaan het vandaag hebben over goedkoop gereedschap. En ik heb toevallig hier een voorbeeldje liggen voor me. Was gisteren met mijn vrouw bij de Aldi. Dan gingen wij boodschappen doen, want ze had wat dingetjes nodig. En ik heb er altijd een hekel aan boodschappen doen. Dat is echt niet mijn favoriete hobby. Maar goed, we waren toevallig bij de Aldi en ik zag daar zo'n setje met allemaal bitjes en een ratelschroevendraaier en ja, wat hulpstukjes erbij liggen. Ik denk, dat lijkt me wel wat, het was 9 euro, dus ja, ik denk dat ga ik eens een keer proberen. Dus ik heb meegenomen dat setje en ja, ik heb het hier nu liggen. Wat me eigenlijk vooral aansprak is dat er heel veel bitjes bij zitten. Echt allerlei verschillende soorten. Natuurlijk de normale bitjes, gewoon Torx. De platte bitjes, kruiskopjes. En nog een heleboel speciale bitjes, zoals dit. En deze. Heel veel van die speciale bitjes, ja, die gebruik je alleen eigenlijk bij elektronica. In elektronica willen nog wel eens van die hele speciale schroeven zitten. En dat doen ze eigenlijk expres, want dan willen ze niet hebben dat jij dat open gaat maken. En eventueel ja, om te repareren of iets. Dus daar hebben ze af en toe wel eens van die hele speciale schroeven in zitten. Want we leven tegenwoordig natuurlijk wel een beetje in een wegwerpmaatschappij. Dus als iets kapot is, ja, dan moet je het maar weggooien en een nieuwe kopen. Ja, met zo'n setje zou je het eventueel nog open kunnen maken en misschien nog wel wat aan kunnen repareren. Goed, het is een ratelschroevendraaier. De ene kant op kun je hem hier verstellen, dan ratelt hij de andere kant op. Ja. Ligt op zich wel lekker in de hand. Het is van Workzone, nog nooit van gehoord. Er zit nog een of ander dopje zit erbij. En de maat is 6,35. Geen idee wat dat voor is. Hier zit natuurlijk het adaptertje bij. Adaptertje hier erbij, kun je hem opklikken zo. En dan kun je hem dus met de andere kant in de schroevendraaier zetten. Dat zit erbij. Hier nog natuurlijk het welbekende bitje wat ook eventueel in de accu-schroefmachine kan. Past hier ook in. Is eigenlijk ook gewoon een soort verlengstukje, want het bitje past hier ook gelijk rechtstreeks in. Deze is op zich wel handig. Hier had ik ongeveer al zo'n soort toeltje voor. Maar dit is dus voor haakjes, voor schroefduimen en van die indraaioogjes. Ja, dat kun je hiermee vastzetten. Dat is wel handig. Ja, dat is op zich wel een leuk setje, zeker voor dat geld. Waarschijnlijk gebruik je 9 van de 10 beetjes die erin zitten, die gebruik je bijna nooit, maar. Mocht je ze een keer nodig hebben, dan is het natuurlijk wel handig dat je ze hebt. Een soort veiligheidsbitjes noemen die ook wel. Hè. Allemaal van die aparte vormen. Maar zoals ik al zei, dat is veelal voor elektronica. Goed, nu we het toch over goedkoop gereedschap hebben, er zijn natuurlijk nog wel meer winkels, supermarkten, waar ze af en toe ook zo eens wat gereedschap verkopen. Dan noem ik bijvoorbeeld een Lidl, een Aldi en eventueel ook de Action. Ik heb er ook wat gereedschap van. Kijk, dit is dan een schroevendraaier setje. Dat komt van Lidl. Dat is van Parkside. Dat verkopen. Ik zag wel liggen. Ja. Het is allemaal niet zo duur. En, ja. Ik denk dat is altijd wel handig. Een goed setje schroevendraaiers. Het zijn 8 schroevendraaiers. De kleine schroevendraaiers, de stubbies noemen ze die ook wel. Ja, ik gebruik ze niet.
het is schijnbaar wel eens voor in de auto handig, voor bij het dashboard of zo, als je dat los wil maken. Dan zit er soms wel eens in zo'n hoekje zit een schroef waar je heel moeilijk bij kan. En dan met zo'n korte schroef daar kun je er wel bij. Ja, natuurlijk zit hier gewoon de Philips in en de Posidrive. Posidrive die gebruik ik dan eigenlijk wel het meeste. Philips is eigenlijk ook weer een klein beetje voor elektronica. En natuurlijk de platte schroevendraaiers. Goed, het is een setje van 8 schroevendraaiers. Ja, ik gebruik er misschien maar 3 van. Maar ja, dat is ja, zwaar goede stevige schroevendraaiers. Liggen lekker in de hand ook. Ja, niks mis mee. Dan heb ik zulke soort schroevendraaiers van Lidl. Heb ik ook nog in een extra lange uitvoering. Het was handig als een schroef heel diep zit. En je kunt het moeilijk aan, ja, dan heb je al zo'n lange schroevendraaier nodig. 3 verschillende maatjes Torx. Een kruiskop en 2 platten. Deze hebben op zich ook wel een lekker handvat. Alleen, ik ga even kijken of het op camera goed te zien is. Je kan ze nogal een beetje heen en weer buigen. Dus ik denk als je een keer een schroef hebt die goed vast zit en je zet er veel kracht op, heb je misschien kans dat je hem verbuigt totdat hij zelf afbreekt. Dat kan. Maar goed, zulke lange schroeven als je... Het is wel eens handig als je ze hebt, maar... Eigenlijk gewoon als thuisklusser gebruiken ze toch niet zo heel veel. Maar goed. Ik heb nou een keer zo'n setje bij Lidl gekocht. Precisieschroevendraaiers. Gewoon Torx, kruiskop, platte schroevendraaiers. Er zit nog zoiets bij. Hier zit achterin zitten nog kleine bitjes. Kun je ze open schroeven. En dan komen er een aantal bitjes uit, kleine bitjes. En die passen dan weer precies hierin. En dan heb je dus ook gewoon weer een schroevendraaiertje. Deze gebruik ik op zich wel regelmatig. Ik ben brildragend. Af en toe die schroefjes van die bril die willen wel eens wat losser gaan zitten. Dan pak ik meestal dat kleine platte schroevendraaiertje. En dan draai ik er even vast. Dat is ideaal. Zijn redelijk stevig. Lekker een rubberie zo, anti-slip. Achterste dopje dat draait mee. Dus ja, het is een leuk setje schroevendraaiers. En het kost niet veel. Setje inbussleutels, ook van Lidl. Parkside. Ja, daar ben ik op zich ook wel tevreden over. Met T-repen zijn het. Dus ook ligt lekker in de hand. Ik kan goed vastpakken. Dit is wel stevig, ja. Dan heb je natuurlijk zo'n heel klein maatje erbij, ja, dat is wel, die krijg je wel verbogen natuurlijk als je dat wil. En dan die korte stukjes, ja. Eigenlijk weer hetzelfde verhaal, hè? Bij die grotere maat is dat stevig, bij die kleinere is dat wat minder. Ja, dat is met, kijk wat ik ze heb hangen. Dat is met zo'n setje inbesleutels ook, ja, die kleintjes, ja, die krijg je natuurlijk ook, die kleine maatjes, die krijg je natuurlijk ook gewoon krom getrokken als je daar een beetje gek mee doet. Maar goed, ja, ze liggen dus lekker in de hand en ja, het kost ook niet veel. Het is op zich best wel redelijke kwaliteit voor de thuisklussen. Dan heb ik natuurlijk datzelfde setje ook in Torx. Ook met de T-grepen. Eigenlijk weer hetzelfde verhaal. De grotere maatjes, ja, die zijn gewoon heel goed stevig. Die, ja, er gebeurt eigenlijk niks mee. Ja, die kleinere maatjes die zijn natuurlijk wel slapper. Wat ik wel jammer vind, is dat hier geen gat in zit. Dat is bij, tegenwoordig bij de Torx, ja, je kunt ze met een gat erin krijgen en zonder gat. Hier in de korte kant zit wel een gaatje in. Want dan zijn weer speciale torkschroeven. Dat is eigenlijk gewoon een torkschroef, maar daar binnen zit een pinnetje erin.
was ook weer, ja, veel bij elektronica wordt er weer gebruikt. Dat is natuurlijk ook weer een moeilijkheidsgraad om het weer los te maken als je daar geen goede sleutel voor hebt. Dus dat vind ik wel jammer dat hier ook geen gaatje in zit, alleen in de korte kant. Ik heb nog een setje ringsteken ratelsleutels van de Lidl. Op zich ook wel een redelijke kwaliteit, ratelen goed. Het merk is Powerfix. Wat ik wel fijn vind aan die sleutels is dat hier niet zo'n schakelaartje zit. Dat vind ik altijd wel, bij zulke soort sleutels vind ik altijd wel kwetsbaar dat er een schakelaartje zit om links, rechts, zeg maar los en vast te zetten. Dit is gewoon heel simpel, de ene kant is vast en je draait hem om en dan is het los. Dus je hoeft helemaal niks, geen schakelaartje om te zetten en dat vind ik altijd wel... Bij zulke soort sleutels vind ik altijd wel een zwak punt. Dat vind ik wel mooi aan deze sleutel, dat er niet op zit. Dus kwaliteit is ook wel redelijk. Ik heb niet het idee dat je ze zomaar ombuigt of iets. Of... Nou. Ik heb toevallig twee setjes van hiervan. Nog een schaar van de Lidl. Eigenlijk een beetje een allesknipper. Er zit ook een mesje in. Eigenlijk gewoon een mesje wat in een Stanley mes of zo zit. En hier dan een aanslag. Dus dan kun je gewoon lekker allerlei dingen mee doorknippen. Dat werkt ook wel goed. Hier nog een setje met doppen. Ook van Parkside van de Lidl dus. Even kijken, dat is 17, 19, 21. Dat is eigenlijk om wielbouten los te draaien van je auto. Heb ik. Ik geloof niet dat ik ze al een keer gebruikt heb, maar. Hier zit nog een nylon bus omheen. Dat is. Ter voorkoming van beschadiging van de velgen. Een doosje met houtboren. Ook Parkside. Ik had er wel een heleboel houtboren, maar die lagen altijd bij mij los, gewoon in een bakje. Dus ja, al die maatjes slagen allemaal door elkaar heen. Dat vind ik wel handig dat ik nou even een doosje heb waar het gesorteerd in zit. Hieronder staan de maat erop. Dus als ik dan bijvoorbeeld een boordje 4 nodig heb, ja, dan kan ik hem nou snel pakken. Dat is ook gewoon wel een redelijke kwaliteit. Mooi doosje. Lekker stevig kunststof. Niks mis mee. Hier nog drie schroevendraaiers van de Action. Hier zit zo'n stalen dop achterop, dus dat kun je lekker met de hamer opslaan. De schacht is zeskant. Dus dan kun je eventueel nog een sleuteltje opzetten. En hier zit nog een groter zeskantje. Dus dan kun je ook nog een sleutel opzetten, iets grotere dan. In één keer de goede maat. Dan kun je gewoon zo schroef en dan met de sleutel. Kun je nog extra kracht zetten, dan kun je dus of mee los of mee vast. Als je bijvoorbeeld een heel oude schroef hebt waar roest en zo in zit, ja, dan zet je hem er even op. Even met de hamer hier opslaan, omdat hij er goed in zit. Dan zet je sleuteltje erbij en dan kun je hem makkelijker losdraaien. Daar heb ik dus twee kruiskopjes van, een grote, een kleine en een platte schroevendraaier. Ja, op zich ook al... Ook wel redelijke kwaliteit. Dus dat is van Werkman. Hier nog een setje van de Action. Dat zijn dus adaptertjes voor in de boormachine waar je dus dopjes op kan zetten. Half duim, 1 vierde en 3 achtste. Dus kun je dus dopjes opzetten voor kleine boutjes ofzo. Een setje pijpsleutels van de Action. Dus hier kan dat eventueel met een langer draadend. Als dit zeg maar je draadend is, ja, die kan er dan erin steken. Dan kun je zo de moer los vastdraaien. Aan de andere kant zit ook nog een dop op. Daar kan ook wel een stukje in, maar die kan maar ja, zover ongeveer.
zijn het setje van 5. Meest voorkomende maten 17, 12, 13, 10 en 8. Ook wel makkelijk, op zich ook wel redelijk stevig staal. Ja, gewoon van de action dus. Deze hadden jullie misschien al een keer gezien, die komen ook van de action. Die had ik al een keer in een ander filmpje behandeld. En dan ging het met name over de kleine priem die erbij zit. En natuurlijk de haakjes, de haakzaak van 90 graden. En de gebogen haak van 45 graden. Dit is nog een setje van de Action, met een spiegeltje en een magneetje. Ook wel eens makkelijk. Dit is een hele grote pincet. Die heb ik een keer uit de kookwinkel, uit een opruiming. Ik denk dat is wel eens makkelijk als je een keer iets in laat vallen ofzo en dan kun je het klein boutje of een schroefje of een moertje. Ik weet zo eruit pakken. Denk wel, dat is wel makkelijk. Als je bijvoorbeeld aan de elektronica aan het schroeven bent en je laat daar een schroefje invallen, ja, die mag je dan eigenlijk weer niet met een magneetje pakken, want een magnetisch veld is natuurlijk weer slecht voor elektronica, daar kan het kapot van gaan. Dus ja, dat is wel makkelijk om bijvoorbeeld een grijpertje of een pincet te hebben. Zo heb ik hier dus nog gewoon een oud mes uit de keukenlaar. Het is een keramisch mes, dus het gaat niet roesten. En het zou ook extra lang scherp moeten zijn. Dus ja, dat is ook wel makkelijk natuurlijk. Als jij in jouw garage of een werkplaats gewoon een goed mes hebt liggen. Soms haal ik ook nog wel eens gewoon een gereedschap bij de kringloopwinkel. Doe ik altijd even kijken. Of dat er nog wat tussen ligt. Is toevallig een spijkerduwertje. Kijk, een magneetje komt eruit. Voor kleine spijkertjes kun je erin zetten en dan kun je hem zo, het magneetje houdt hem vast en dan kun je hem zo erin duwen of even een klapje met de hamer. Dus dat is wel makkelijk, want dan met die kleine spijkertjes, ja, die krijg je bijna niet vastgehouden. En dan is de kans wel groot dat je op je vingers slaat natuurlijk. En voor het plafond zijn ze heel handig. Als je van die plafondpanelen hebt die je maar van die klemmetjes vast moet zetten met een spijkertje, dan zou ik ook zeker zo'n spijkerduwertje aanraden. Dat is gewoon echt heel makkelijk, een spijkertje erin, je doet hem zo omhoog, tik 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 en hij zit vast. Echt ideaal. Zo ja, het was een korte video, maar ik heb toch wel wat dingetjes kunnen laten zien die ik dan heb van wat goedkoper gereedschap. Dus dan met name van de Lidl, de Aldi en de Action. En dat je dat als thuisklusser gewoon prima kan gebruiken. De kwaliteit is eigenlijk nog ineens niet zo heel slecht en voor het geld wat je ervoor betaalt. Dus ja, je hoeft je eigenlijk echt niet voor te schamen dat jij daar je gereedschap vandaan haalt. Dan heb ik het natuurlijk wel over handgereedschap. Het elektrisch gereedschap, ja, daar ben ik zelf niet zo kapot van om dat bij zo'n soort winkel te halen. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ieder voor zich. Het is natuurlijk ook wat ga je ermee doen en hoe vaak gebruik je het en ja, wat wil je er zelf aan uitgeven. Dat is natuurlijk ook. Je moet gewoon goed omgaan met het gereedschap waar het voor bedoeld is, waar het voor gemaakt is. Nou mensen, vind je dit soort filmpjes nou leuk, dan kun je abonneren op mijn kanaal. Even het belletje aanklikken en dan word je op de hoogte gehouden wanneer dat er weer een nieuwe video geüpload is. Ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. We'll be right back.